Yo, what up gasten, dit is de FIFA Experience. We zijn weer bezig met een nieuwe aflevering. Leuk dat jullie allemaal kijken. Ik weet dat het voor jullie zwaar is, omdat we het op een lullige manier eruit gaan. Maar we hebben beloofd om de finale te halen en te winnen, dus dat gaan we ook gewoon doen. Dus we gaan het gewoon weer opnieuw proberen en nu gaan we het zeker weten halen. We hebben trouwens de groepsfase al doorlopen. Ik zal even erbij halen. Kijk, hier kan je dus zien. We zijn tweede geworden. Het was even zwaar, want ja, als je natuurlijk... zo half finale zo lullig verliest, dan is het natuurlijk altijd weer zwaar om er weer bovenop te komen. Maar we gaan er gewoon weer voor. We zijn ons tweede doorgegaan. En we gaan eerst nog even een pakje openen. We hadden trouwens ook nog Xavi in een pakje, dat kan je nu zien. Alleen toen we dat pakje openmaakten hadden we een beetje slechte kwaliteit geluid. Dus we dachten, nou, dat doen we jullie niet aan. Maar we gaan nu gewoon even verder. Eerst even drie standaard pakketjes openen. Kijken of er iets in zit. We hadden trouwens ook al een keer een standaard pakket Emenike. Dus dat is natuurlijk een goede speler voor ons Afrikaans team. Nu hebben we 48 algemeen. Wauw, dat is echt het slechtste. Hadad Difar. Van Iran natuurlijk. Even kijken of de volgende iets beter wordt. Waarschijnlijk niet. Misschien nog een leuke Nederlandse speler. We hebben trouwens ook nog Dirk Kuyt in ons pakje gehad. We hebben Eno, Eyong Tarka Eno, oudspeler van Ajax. Lachen speler. Leuk voor hem dat hij ook mee kan gaan naar het WK, met Cameroen. De 13 juni spelen tegen Mexico, wordt een belangrijke wedstrijd. Als ze een kans willen maken om door te gaan. En ons laatste standaard pakket, dat is... Kozlov, dat is een rechtsback, maar daar hebben we niets van, want we hebben al vele goede rechtsbacks. Oké, en dan gaan we nu nog even het belangrijkste pakje openen. De 5K, kijken of hier iets leuks in zit. Laat het hopen. Laatst hadden we dus Xavi, kijken of we weer zo'n goede speler kunnen krijgen. En het is... Torrado en nog een andere speler. Pazzini in de spits. Siovas, Basson als verdedigers, maar voor de rest niet echt iets speciaals. Maar Pazzini is op zich een goede spits, maar ja, die kan niet op tegen onze Sturridge en Negredo. Maar wel een goede wissel. Oké, daar gaan we tegen Frankrijk. Even een ander shirtje pakken. Nederland speelt in het blauw, wat natuurlijk eigenlijk de kleur van Frankrijk is. Le Bleu. 82 algemeen, teamgeest 90. Del Bosque als manager van Spanje. Even kijken of hij iets in de aanval heeft lopen. Hulk en Pedro. Hij heeft ook nog Müller. En voor de rest allemaal een beetje standaard spelers. Oké, Lennon. Oh. Ja, gaat denk ik heel goed zijn lichaam gebruiken. Lennon met voorzetje naar Sturridge. En dat zal de 1-0 jongens. Derde minuut. We gaan jullie nu niet teleurstellen. We gaan gewoon vol erop. Volle bak. En we hebben gelijk al een goaltje erin liggen. Come on. Ja, daar gaat Welbeck. Hecht hem af naar Strootman. Strootman gaat naar binnen, schiet. En dat is de 2-0. Mooie actie van Welbeck. Daarna Strootman met een mooie actie en rond het goed af. 2-0. Eerste helft. Oké, nou is de eerste helft. Het staat 2-0. Het gaat prima. We zijn duidelijk de dominerende ploeg. Sprint door naar Welbeck. Welbeck. Bewaart overzicht. En die rond een prima aan Touki af hoor. En dat is de 3-0. Gelijk na de eerste helft. De tweede helft gelijk goed in de startblokken. 3-0. Ah, dat wint Hulk. Is het toch nog 3-1 geworden. Heeft hij toch nog een goaltje mee kunnen pikken. Maar dat is geen ramp. We gaan gewoon rustig door. Nee joh. Ah, de keeper die zit er ook nooit een keertje goed bij. Wordt nu toch nog even spannend. 3-2. Oké, en we hebben gewonnen. We zijn door naar de kwartfinale. Als van ouds weer. Het gaat weer goed. Trouwens, ik heb ook nog voor jullie een vraagje. Je kan in de reacties plaatsen welke spelers jij graag ziet spelen. Want we hebben nu natuurlijk op het middenveld hebben we bijvoorbeeld Strootman lopen, Xavi en ook Paul Pogba en Gundogan. Geef gewoon een reactie van welke speler jij het beste vindt spelen. En die ook het liefst in ons team hebt staan. En dan kijken we daarnaar en dan zullen we waarschijnlijk ons team daarop aanpassen. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor alle andere posities in de spits.
Net zoals wie heb je liever, Depay of Welbeck of Mertens. Rechtsmidden liever Lennon of Oxlade. En dan doen we dat. Oké, we moeten tegen Brazilië in de kwartfinale. 83 algemeen, weer Del Bosque als manager. Teamgeest 100. Even kijken of hij een paar goede spelers heeft. Ben benieuwd. Neymar heeft hij. In de spits Aguero. Ja, dat zijn goeie. Thiago Silva in de verdediging. Veel Brazilianen zeg. Alleen de rechts voor Cuadrado en de spits Aguero zijn geen Braziliaan. Wordt een leuke pot. Let's go. Oh. Ah, is... Fuck. Ja. Ah, balen man. Cuadrado met een lopje. Keeper kon niks meer tegen doen. Niet te geloven dit. Schiet. Ah, net een redding. Nee, dat was de eerste helft. We staan 2-0 achter. Ja, het lukt ons echt totaal niet om af te maken. Want we hebben echt heel veel kans gehad. Dus even kijken. We hebben 6 schoten op doel. Ja, het gaat gewoon nog niet lekker. Ja, dan nu natuurlijk wel. We scoren nu wel natuurlijk een keertje. Als het al veel te laat is. Hij fluit af. We hebben 2-1 verloren. Hoeveel kansen? Nou, ik wil wel even kijken hoeveel kansen we hebben gehad. Want dat is echt niet normaal. Maar ja, we hebben het aan onszelf te danken. We hebben het gewoon niet afgemaakt. Ja, hier zie je het. Schoten, 22. Schoten op doel, 12. Meer balbezit. Alleen, al kijk je naar procent nauwkeurigheid schoten, 54%. Dat is wel erg, erg slecht. Maar ja, dan gaan we het gewoon maar weer opnieuw proberen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, verliezen. Echt heel kloten, maar ja, soms zit het tegen. Moet je even door de zure appel heen bijten. Na de regen komt de zonneschijn. Ik ga nu gewoon even allemaal uitdrukkingen opnoemen. Terwijl we nog even die laatste twee standaard pakketten openen. Ja, ja, zware tijd, zware tijd. Misschien krijgen we dan wel iemand die goed is. Campbell. Wel snel, maar hij is van Costa Rica. Misschien als we een keer een team van Costa Rica willen maken, kunnen we hem gebruiken. En de laatste. Even kijken wie we hier in krijgen. Het is Capino. Nee, daar hebben we ook niks aan. Oké, nou, dit was hem dan. Helaas, we zijn weer eruit bij de kwartfinale. Maar we gaan hem wel gewoon nog een keertje proberen. En dan gaan we gewoon de finale winnen. Later.